Goedemorgen. Lekker rustig hier aan boord. We hebben hier 2 dagen gestaan in Braunlagen. En we gaan weer verder. We gaan richting Wernigerode. Ja, zomaar onthouden. En dat schijnt een hele mooie oude stad te zijn. Nou zijn wij niet zo van de steden bezoeken, maar we gaan eens even kijken. Daar is ook een camperplaats. Die kost 5 eurotjes. 5 euro. Ik kijk nog een mooi ruimpje op, maar dat zal ik niet zeggen. 5 euro. En daar gaan we even kijken. Hebben we natuurlijk ook nog de brokken waar die stoomtrein naar boven gaat en zo. Maar ik denk niet dat wij daar dit keer heen gaan. Maar we gaan zeker nog eens een keertje terug naar de Harts. Want het is niet super ver rijden van Nederland. Maar het is wel super mooi. Dus ja, we willen nu eigenlijk niet alles bezoeken. En voor de volgende keer nog wat overlaten. Zeg maar. Zo, er vloog even wat langs mijn hoofd. Hij kijkt dan, jongens. Nee? Heerlijk, joh. We gaan inpakken. Tenminste, Jacques is aan het opruimen, de binnenboel. En dan gaan we een stukje rijden. Mazzel, geen gras eten. We zijn geen koe. Maar we hebben 2 routes. De ene is 2 keer zo lang. Maar die duurt net zo lang als de korte route. Dus ik twijfel nog een beetje om de korte route te nemen. Dat wordt misschien wel weer slalommen door de berg heen. Het is wel lekker weer. Ik heb wel mijn truitje aan, maar die kan net zo goed uit. Het is warmer dan ik dacht. Jongens, we gaan. Kom, we gaan een mazzeltje terugbrengen. En mezelf. Dan gaan we lekker een stukje rijden. We nemen toch de korte route. We hebben het even gevraagd bij de camping. En ik zeg tegen die man, is dat zu fahren, zu Wernigerode met de korte route? Ja, door toch een lenkerrad, zegt hij. Dus ja, eigenlijk hebt hij wel gelijk, je hebt om stuur. We gaan het wel zien, joh. Komen we niet boven, gaan we achteruit weer terug. Ja toch. We zijn nog even bij de Aldi. Je hebt hier geen Lidl, Aldi. En je hebt de ED-keier en nog eentje aan de overkant. Penny, de Penny. Eventjes nog wat halen. Ik zeg tegen Jacques, heb je alles? Heb je nog boodschappen nodig? Nee, niks nodig. Ik heb alleen gaan drinken voor jou. Dus. Maar ja, maakt niet uit, joh. Ze is het even halen en dan gaan we een rit doen van 30 kilometer naar Wernigerode. Daar is een klein camperplaatsje vlakbij de stad, maar ik vrees dat die vol is. En dan heb je er nog een paar achter elkaar. Dus we gaan ze gewoon achter elkaar af en we zien wel of er plek is. Is er geen plek, ja, dan wordt het geen Wernigerode. Dan gaan we richting Talen, denk ik. Maar we gaan eerst kijken in Wernigerode. Nou, hop, gas erop. We zitten op de korte route. Het is nog maar 25 kilometer, dan zijn we er alweer. En tot nu toe is die goed te doen. Maar we krijgen nog wel wat bochtenwerk. We zijn bijna bij de camperplaats. In de stad, dus ik ben benieuwd. Ja, weer de rug. Ja, dus nu weer de waar. Tweede rechts. Moment, Piet. We staan in de stouw. Ja. Ik haat stouw. Het is afgesloten. Een stukje lopen, rugzakje om,
mazzeltje mee. Nou, eens kijken wat het oude dorpje te bieden heeft, stadje. Ik noem wel eens een dorp, maar het zal wel een stad zijn. De locomotieven van het smalspoor. En waarom heet het smalspoor? Want het smalspoor. Kijk, daar heb je een smalspoor. En daar heb je een gewoon spoor. Hondenmoeders paraplu. Aan het zoeken naar schnitzel. Hoe is het? Vochtig. Nou, een paardje voor het stof. Valt mee, maar. Ik doe weer heel apart. Vreemde snuiters hier. Het is een beetje droog, hè? Beetje. Leuke winkeltjes. €16,78. Kijk eens. Is niet zo oud. Gesloten. Dinsdag is roertak. Dinsdag hebben ze roertak. En dinsdag hebben wij hongertak. Lekker dan. Ja. Tjus. Snitseltje. Niet zo grote. Kost dat. Snitseltje met patat. 4,50. Kopie. Een winkeltje met allemaal fossielen. 50 miljoen jaar oud. Kijk wie daar achter heen. Oh, dat is mooi. We zijn weer op weg. Waar naartoe? Naar de kastel. Naar de kastel. Ik heb mijn telefoon recht hou. Kijk zo. Zo heb ik mijn telefoon recht. Kun je zien hoe stijl dat het is. Dat is niet normaal. Kleine, hoe noemen we dat? Kuiten. Kuitenbijters. Kuitenbijters. En die kuiten die zijn ook kapot gebeten gisteren. Oh mooi. Ik ga even de camera draaien. Mooi boom. Komt u met zijn boom. Kijk eens hoe mooi. Dikke oude bomen. Ja. Ja, dat weggetje moeten we op. Dat lijkt helemaal niet snel. Maar dat is het wel. We zijn er. Bij Slos Werningerode. Kapot. Maar goed. Vroeger hadden ze paarden natuurlijk. Die is met paardenbomen. Misschien hebben ze ook taxis hier. Kijk, er wordt gespiest. Als je niet oplet. Het is wat dat je zo naar binnen mag hier. We zijn boven. Het waait wel een beetje. Voor de kastel. Donkere luchten. Ja, dat is wel mooi. Pandje. De mazzel zoekt de ingang. We gaan eens even kijken, het uitzicht. Kijk, is mooi. Maar de hapjes zijn er niet. Ik heb ook geen kwaliteit. Ik heb wel wat vaart.
Daarachter ligt ergens de hoogste berg. Nee, een skischans. Skischans, ja. Dan moet daar ergens de hoogste berg liggen, de Brokken. Ik denk daar ergens, maar niet te zien. Maar kijk dan wel een leuke huisjes allemaal, jongens. Heel mooi zijn we. Tomeiland. Wat goed! Wijne. We willen bieren. En er is geen bier hier. Het kasteel is een beetje aan het scheuren. Het is wel slim zo met die dingen. Die draadspannen. En overal zitten constructies op. Eens kijken hoe we zitten daar. Om het allemaal een beetje heel te houden. Dat doet me ergens aan denken. Ik kan er even niet op komen. We schokken weer naar beneden. Best mooi. Maar een pittige wandeling. Nou weer naar beneden, dat voelt ook niet zo lekker. Maar we hebben het wel weer gedaan. Het is een beetje. Een beetje noodweer. Kijk, het is straat hier. Dakraam, jij de dakraam open te laten. De dakraam staat ook nog open van de campers. Onder moeders paraplu. Niet normaal, joh. Maar ja. Het regent nog wat harder. Het gaat nog een beetje harder. Dit was toen we naar de stad gingen, een rustig kabbelend beekje. Zo, dit is bizar. Ja, kijk dan wat er allemaal voorbij stroomt. Ja, allemaal pakken. Ja, was het in het stadje maar zo. Een beetje nat. Nou, het is weer een beetje opgedroogd hier zo. Wel helemaal doorweekt. Mazzel was helemaal doorweekt. Ja, het is geen geweldige camperplaats natuurlijk, maar om een stadje te bezoeken, prima. We staan hier trouwens buiten, de parkeerplaats, kijk. We staan er ook al genoeg. Ik denk dat dat ook wel kan hoor. Dan sta je denk ik nog zelfs voor niks. Ja, je staat hier lekker achter de slagboom, geeft toch een wat veiliger gevoel. Maar... En je wordt in ieder geval niet weggestuurd vanavond. Ja, er zijn nog zoveel mooie dingen hier te zien allemaal in de omgeving. En we gaan zeker nog een keer terug. Maar morgen gaan we een beetje richting Nederland. We gaan, ja, aan al het leuke komt een eind. Dus wij gaan morgen weer een beetje richting Hollandia rijden. Dus heel leuk dit stadje. Jammer van het weer, maar ik kan niet alles hebben. We hebben ook nog wat lekkers gekocht.
En ik liep de hele week al op de azen. Ja, eigenlijk vind ik het ook wel een beetje zielig. Het is een hetje. Ach, hetje. Maar ja, hij is toch al. Hij doet het toch al niet meer. Ik ben toch wel eens benieuwd hoe dat smaakt. Dus we hebben een plankje gekocht om dat eens te gaan proberen. Nou, of dat smaakt, dat zien jullie in de volgende vlog. Morgen gaan we richting Nederland rijden. Tenminste, niet helemaal, maar we gaan wel die kant op. We gaan weer camperplaatsen zoeken op 100, 150 kilometer hier vandaan. En dan gaan we langzaam een etappes naar Nederland toe. En dan houden we even een soort van rustdag ook. Tenminste, rustdag. We gaan morgen niet wandelen. Want we hebben een partij spierpijn. Dat wil je niet weten. De kuiten die doen het niet meer. Mazzel is ook totaal los. Hier, kijk. Wat? Die heb ook geen zin meer. Dus ja, wij gaan in ieder geval hier nog een keertje terugkomen, want dat was hartstikke leuk. Nou, vonden jullie het filmpje wel leuk? Geef dan een duimpje en abonneren kan natuurlijk ook. Ja, en dan moet je een belletje aanzetten. En als het dan een nieuwe video is, dan krijg je een automatisch bericht. Dan hoef je helemaal niks meer te missen. Nou, bedankt voor het kijken jongens. Ik zou zeggen tot de volgende keer. De mazzel!